Welkom bij het tweegesprek van de KNAB. Gesprek tussen een kunstenaar en een wetenschapper. Dat zijn vanmiddag Henk-Jan Honing, die muziekwetenschapper is, en Neco Novella, muzikant. En het gaat eigenlijk over de vraag, wat is muziek? Wat is de oorsprong van muziek? En wat gebeurt er met je muziek als je in Afrika muzikaal bent opgegroeid en je gaat vervolgens naar het Rotterdamse Conservatorium? Muziek. Zou jij een lied kunnen zingen dat je in je jeugd in Mozambique vaak zong? Ja. En welk lied is dat? Traditioneel lied van de Chopi mensen, stammen. En is meer meer van rhythmic. Kunga kukupo, kunga sikumbo, kunga kunga ee, sikumbo, kunga nkupo, sikumbo, kunga nkupo, sikumbo, nga ishinde, ipelile, nga ishinde, ipelile, nga ishinde, ipelile, nga ishinde, ipelile, kunga kukupo, nga nkupo, kunga nkupo, Prachtig. Zullen we gewoon alleen maar muziek maken? Dat is veel leuker. Ja. Ja, kan er niet tegenop? Nee, hier kan taal... Dus, toch? Praat er niet tegenop. Ik bedoel... Dit was goed. Echt? Oh, maar okay, leg eens uit. Nu ga ik jou er weer bij halen, Henk-Jan. Jij hebt geschreven, iedereen... En dat vond ik ongeveer het meest troostrijke... ik ooit in mijn leven heb gehoord, want ik ben naar de zangkoor gezet. Iedereen is muzikaal volgens jou. Ja. Ja, het is overdreven. Ja. Want er zijn wat uitzonderingen, maar de gros, zeg maar, van de mensen hebben een talent voor muziek. Iedereen die hem hoort zingen, die kan niet denken van, hé, wat is daar een raar, ruizige geluid wat ik nou hoor. Mm-hmm. Iedereen hoort iets van muziek. Iedereen hoort emoties. Je gaat meebewegen. Ik werd helemaal blij. En dat is een muzikaal talent. Dus die rare geluiden die hij nu maakt, maar die we muziek noemen, waarvan we God niet weten wat dat nou betekent, dat we daar betekenis uit halen, dat we dat belangrijk vinden, dat we daar blij van worden. Dat vind ik. Dat is een muzikaal talent dat we allemaal delen en dat we veel te dat we vaak wegzetten als iets luxueus. Het is volgens mij veel fundamenteler met ons mens zijn verweven dan dat we over het algemeen denken. Het is mijn motivatie voor mijn werk. Ik wil snappen waarom muziek, waarom dit nou zo'n impact heeft op mij nu hier. When I was young, there was a lot of the practice of the traditional ceremonies, going to visit the healers. And in those ceremonies, the first thing you got was music that would make you feel already taken and accept to follow the ceremonies. So music was before the radio, before the media. Music was, yeah, it is really a daily practice, no doubt. So to say, if we would look for where to find music, where is the source of music in the whole world, I would maybe say it's better explained in Africa. Because there is space to make it. There is, you can explore the wood of the instrument. You can, it's the climate also that makes maybe people getting to have those ceremonies and end up singing and dancing. Unfortunately, that the Portuguese people who have been there, I guess they didn't take those values. They rather took the combination, the easy way. The easy way. Yeah. What is the easy way? What is the easy way? Yeah, the easy way is is to come here and I ask what's the Dutch music and you say blum, 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 blum. That's your idea of Dutch music. But the other way would be say, no, Dutch music, well, in 500 years ago we don't have any instrument. The music comes from maybe the Persian or the Jews, then I would say, oh, so that's the Dutch music. There is a music style in Mozambique called marrabenta. Marrabenta, and yeah. Marrabenta comes from a Portuguese word rebentar, from splitting. And
when then they gave those guitars in the Mozambique and started playing, the Portuguese thought, wow, you are breaking the guitars, and a woman dancing, so wow, that, marrabenta. And that is what, for the last 30 years or more, is known as Mozambican music, and I'm a bit ashamed or to identify myself. Why? Because it's not Mozambican music. Again, why? Is it not Mozambican music? Yeah, unfortunately. Because it is borrowed so much, you mean? Yeah, because it's too limited into that repetition, and the text is just a complaint of certain situation. Maybe it became Mozambican music, but I know the music of my father and my mother, the chop music, for example, on balafons, called timbila in Mozambique. It's chop music. Choppy music, yeah. Which was used upon the independence when the Portuguese people were leaving in 75. The government thought this music can identify us as the strongest, the culture that resisted all. And it was is quite loud, very spiritual. It's to be played like maybe through the whole day with 40 instruments. And I'm sure would bother Western people to sit, listen to this long, endless composition. So maybe that's how they didn't want to take it into a spot. They thought, well, we take what functions in a small. But did it merge or did it just override? It's override. What was there? And I can say now very few musicians, unfortunately, are really still trying to bring it back. Mm-hmm. I'm one of them. But why do you want to bring it back? Because it's the source. If we're going to lose that, that means we are becoming out and out of the real music somehow. And in that sense, the identity, our identity as Mozambicans would be lost in the whole world. Is maatgevoel nou iets, is dat nou cultureel bepaald? Is dat omdat wij als Westen baby's wiegen op de maat van de muziek of dansen met onze kinderen? Gebeurt dat in Afrika ook? Ja. Dus kun je zeggen van is aangeleerd. Dat leren wij misschien als mensen aan en daarom is het wijdverspreid. Dus wat wij gedaan hebben is pasgeboren baby's 1-2 dagen oud naar ritmes laten luisteren. En toen konden we laten zien met EEG meten we dan dat ze blijvend verrast waren als je een noot weglaat op de eerste tel van de muziek. Maar niet op de tweede of de derde tel. De eerste tel. Dus daar heb je hele sterke verwachting. Er gebeurt niks. Piekje. Wacht even, in de hersenen. Ik ga niet vragen of je het wilt zingen, maar hoe klinkt dat dan? Oh, dat ritme klinkt ongeveer als zo'n rockritme. Dat klinkt zo. Er zit er opeens een gat. En dan kijkt de baby verrast. Dan meten we de hersenen. Okay. Dan zie je in de hersenen een negatief piekje. Van, hé, ik verwacht het gebeurt niet. De hersenen, ze slapen die baby's. Die zeggen van, hé. Een rust die ik niet verwacht had. Ja. Maar een fysiek identieke rust op een andere plek, even stil, niet die verrassing. Op de eerste tel wel, maar op die tweede tel niet. Nou, dat was, ik kon het niet geloven, maar dat gaf, die baby's hebben dus al maatgevoel. Wat zou dan de evolutionaire oorsprong van muziek zijn? Dat is het toch? Daar gaat het toch om? Wat is en aangezien evolutionair gezien alles een betekenis moet hebben... Ja. Evolutionair wil je altijd zien dat iets een adaptatie is. Precies. Dus dat je als soort beter bent... zeg maar overleefd hebt omdat je muziek had. Ja. Kijk, luid zingen terwijl je op jacht bent bijvoorbeeld, dat is niet verstandig. Nee. Wat zou... De meeste wetenschappers zeggen van ja, muziek is dus inderdaad geen adaptatie. Muziek is evolutionair gezien zinloos. Muziek, dat is grappig. Muziek is volgens biologen gewoon een totaal zinloos iets. Sterker nog, je komt er alleen maar door in narigheid, want je krijgt de leeuwen achter je aan als je op de savanne hard... Je leeft er geen dag langer door, het stilt je honger niet. Je hebt er helemaal niets aan muziek. Ja, op een of andere manier geloof ik dat niet. Ik denk dat muziek vele malen bijzonderer is dan taal. In de zin dat het niet alleen maar communicatie is. Het is nog veel meer. Het is ook nog een stemmingsregulator. Het heeft allerlei andere aspecten. Maar op het moment is dat de discussie. Waarom hebben we muziek in onze cultuur? En de meeste mensen zeggen van nou, het is een bijproduct van taal. Of een bijproduct van allerlei andere verschijnselen. Intussen is het wel grappig dat er dan... niet eerder mensen op het idee zijn gekomen. Dat gaan we allemaal eens heel goed en uitvoerig onderzoeken. Dat is dan misschien wel weer omdat muziek zo alomtegenwoordig is... dat we eraan voorbij gaan dat in den beginnen er misschien wel niet het woord was, maar muziek. Dus de Bijbel moet ook herschreven. Ja, nee, het heeft allerlei consequenties. Maar we moeten het eerst nog maar eens aantonen. Ja, sorry.